Vandaag, wat eten we vandaag? Nou, ik heb vis in mijn netje. Dus ik ga vis maken. De vis moet een beetje zwemmen. En dat ga ik doen met vergeten, niet vergeten groenten, oftewel pastinaak. Een aardappelpastinaakpureetje. Dragon, beetje mosterdsausje. Verse zalm, lekker. We gaan lekker koken. Aardappels, als je een oudere aardappel gebruikt, hè, eventjes eerlijk, schillen. Heb je dat niet? Schillen niet. Schil tijd en vitamine als je het gewoon met schil eet. En het is lekker. Dan krijg je nog meer structuur in je puree. Pastinaak hetzelfde verhaal. Die heb ik wel gewassen, maar die gaan we ook niet schillen. En dat is het mooie, een kook. Je kan dan gewoon zeggen, nee, dat is bewust, want dat is rustiek. Dat is een ander woord voor lui. Aardappels altijd opzetten met koud water. Dat is echt iets wat heel belangrijk is. Alle groenten blancheer ik in kokend water, want die wil je mooi die bite houden. Als je aardappels in kokend water zet, koken ze verkeerd, komen de zetmeel te snel los. Die buitenkant papperig en de binnenkant is rauw. Vuurtje eronder en zout. Gewoon mooi wat zout. Hopsakee. Gaan we verder met de zalm. Hoor ik je denken, dat is prei. Maar die krijgt een bekje. En die zalm die moet je verwennen. Overschaal, preiringetjes. Natuurproduct, zit zand in soms. Even het einde even goed spoelen, uitspoelen. Het wit van de prei heeft dat niet. Maar als het naar de groene kant gaat, zand. Zand schuurt de maag, maar het is gewoon niet zo lekker. Dus een bedje van prei. Doe een tintje knoflook. En zalm is eigenlijk heel makkelijk om te bereiden, want zalm mag je bijna behandelen als biefstuk en zo. Is hij gewoon helemaal mooi mat geslagen, dus is hij mooi verkleurd, licht roze geworden. Ja, dan kun je er eigenlijk wel van uitgaan dat de binnenkant gewoon nog een beetje rosé is en die top is. Dan zet je je mes een beetje schuin op de huid en dan snij je hem gewoon los. En dit huidje, bewaren. Want dat huidje krijgt weer een andere bereiding. Dan ga ik hem crispy maken. Hoor je in sterrenzaak ook vaak, hè? Een zalmpje op de huid gebakken met een kantje van. Nou, dat gaan we gewoon doen. Zalm leggen we mooi op het bedje. Citroensap. Ik kan er ook nog wat plakjes citroen doen. Pitjes eruit. Kom maar. Hop, hop, hop. En wat ik al zei, vis moet zwemmen. Een goed glas witte wijn. Gewoon lekker. Oh, heerlijk. Zout, wat flakes. Hops, en een draadje peper. En nu komt het geheim. Het is heel goed voor het geluid. Dat je... schrok even, hè? Je dacht even, dan ga ik. Nee, aluminiumfolie. En dan sluit je hem gewoon goed mee af. Want dan, je gaat hem gewoon pocheren. Stomen. Oven niet te heet, 120 graden. 10 minuutjes. Niet langer, een kwartiertje misschien. Ligt aan hoe dik je filet zijn en hoe goed je oven is. Ik blijf het zeggen. Dus dat volgt met die knoflook en die prei die nu mooi gaat stoven. Die ga ik straks nog aanmaken met mosterd en dat is een beetje de jus. Tikkeltje olie. Beetje neutrale olie. Even snel voordat het te heet is een beetje uitsmeren. Niet te dik. Hapse tjats. En dan gaan die huidjes op. En die wil dus eigenlijk meer gedroogd hebben. Waarom doe ik dit? Ja, dat is, zo doe ik hem ook in de oven. Dus dan doe ik hem ook bakplaatje, papiertje erop, iets zwaars erop en dan in de oven. Dan blijft hij mooi plat, wordt hij mooi krokant. Niet te hoog, geef hem de tijd, rustig aan. Het is namelijk zonde om die huid te pocheren, want dan wordt hij zacht en dan eet je hem eigenlijk niet op. Haal hem gewoon af, weet je wel, maak hem juist krokant. Dan kun je hem ook eten en dat is echt, dat geeft gewoon een lekkere crunch aan je eten. De bimi, ja. De bimi. Weet je wat bimi is trouwens? De broer van Wiebi. Bimi Suryadi. Even kijken, nee. Hou je van Disney? Nee? Nee, fout. Nee, het is asperge. Aspergebroccoli. En het is iets nieuws. Het is gekweekt. Het is gemaakt. Ik haal de kontjes er even af. Het is een klein beetje droog. En deze bimi ga ik daar gewoon kort heel hard aanbakken. Kijk, ik vind bimi heeft net toch wel een iets andere smaak dan broccoli. De vergelijkingen, het lijkt ook veel op elkaar. De dikkere bimis doe ik even lekker over de lengte doorsnijden. En deze hoef je ook niet voor te koken. Dit ga je gewoon eigenlijk lekker bakken. Ik ga echt zorgen voor de bite. Wat ik in ieder gerecht wil is namelijk een beetje bite en structuur. Ik ga nu een puree maken en die zalm wordt echt super zacht. En dan wil je toch een beetje bite en structuur. En dat doe ik nu door middel van de crispy bimi. Bimi Suryadi. Kan hier een muziekje onder van Wiebi? Klein deuntje voor, even een eerbetoontje aan Wiebi. Neem er even een momentje voor. Even piano. Shh, piano. Oh.
En door. Kijk, dit is laurier, zie ik. Of is het gewoon, zijn het gewoon blaadjes, jongens? Ik denk dat het curry is eigenlijk. Nou, dat dacht ik niet, maar het is in ieder geval geen laurier. Ik wil wat laurier. Kunnen we dat cheffen? Het is... Marlies. Hoi. Hey. Gaat het goed? Goed, met jou? Vind je het lekker ruiken al? Heerlijk. Ja, ik ga het er nu bij doen, maar dat je mag echt al vanaf het begin. Gewoon een blaadje laurier mee laten koken. Waarom niet? Het geeft namelijk smaak aan je water, smaak aan je water, smaak aan je aardappelen en je pastinaak. Lekker koken. Deze is ready. Hierin gaat sowieso, want het kan, een klontje boter. Scheutje room. Hapske. En nu, mijn favoriete kruid, dragon. Ris dat even. Haal het even een takje af. Het takje is een beetje houterig namelijk. Gewoon eventjes scheuren, hoeft allemaal niet te fijn. En dragon gaat echt het verschil maken in dit gerecht. Je hebt de aardappel, het kruimige, het hartige. Beetje het fris zoete van die pastinaak. En daar kan anijs weer echt top bij. Oftewel dragon. En dat kan ook weer heel mooi met vis. Komt dat goed uit, want we doen er vis bij. Klein beetje zout, pepertje. En nu de stamper. 1, 2. Ik weet eigenlijk helemaal niet waarom ik aan het tellen ben. Dat hoeft helemaal niet. Alsof het een code is. Maar... laurier eruit. Ops. Kijk. Niet te fijn. Gewoon even doorroeren. De boter goed verdeeld en de room mooi verdeeld. Klein scheutje room. Ops. Dat is een beetje dat plakkerige, smeuïge. Ja, dat geluid. Ja, dat is wel echt hoe ik hoor dat mijn puree goed is. En dat is nu. Deze vuur staat uit. Deksel erop, dat hij wel mooi warm blijft. Zo, deze mag eraf. Dan kan het naast de vocht verdampen. En dan is hij mooi krokant en droog zo meteen. Bimi, pan goed heet laten worden. En hoe weet je dat? Hierop. Hoe heet? Lekker laten gaan, lekker laten gaan. En je mag echt een beetje verkleuren. Kijk, verbranden is het nieuwe verkleuren. Hè? Serieus, het mag echt best wel goed wat kleur hebben. Die karamelisatie van groenten, dat werkt gewoon heel goed. Dus dan krijg je echt een beetje ja, die roostersmaak, die brandsmaak. Maar dat is ook meteen zoet. Het is ook echt heel lekker. Sowieso, hè, koken met wijn. Het is niet zo dat je altijd moet denken van oh, ik pak een hele goedkope wijn, want het is toch maar koken. Het geeft namelijk wel de smaak aan je eten. Of je hem nou inkookt in een boef bourguignon of je gaat hem stomen met die vis. Ja, als je bochtwijn gebruikt, ja, dan heb je ook bochtsmaak aan je eten. Ik bedoel, het hoeft geen wijn van 40 euro te zijn, maar pak ook niet een of ander kartonpakje omdat je denkt, we hebben er verder niks aan. Belangrijke tip. Kijk, dit gaat goed. Walmen is goed. Huidjes zijn krokant. Puree is klaar. Maar dit is precies wat ik wil bereiken, hè? Dit. That's it. Hij moet krokant blijven en kleur hebben. Dus nu gaat het vuur uit. Die zijn klaar. Kijk, dit wil ik. Ah, dit is perfect. Ik kan er een beetje doorheen kijken. En nu zie je hoe krokant hij is. Let op, moet je eens luisteren. Hoor je dat? Snap je? Is krokant toch? Nou, dat wil ik. Oké. Okay. Die pan hebben we gewoon nog nodig. Er zit ook nog een beetje jus van dat huidje in. En dat is dadelijk ook de basis van onze saus. We gaan ook nog een sausje maken bij die zalm. Kijk, kijk, kijk. Dit wil ik voorzichtig eruit halen. Heel even op het folietje. Kookvocht, dus met die prei en de wijn en de knoflook en de sap uit die vis. Gaat in de pan. Een schepje mosterd bij. Mooie grof mosterd. En een scheut room. En voilà. We hebben de saus. Het is natuurlijk zonde om die sappen niet te gebruiken. En die prei is heel mooi zacht, daardoor een beetje zoetig gestoofd. In die oven. Kijk, dan heb je gewoon een hele mooie saus.
Als de koker over is geweest, wat nu gaande is, is hij klaar. Kleine dry peper. Een mini beetje zout. Ga het bordje opmaken. Oh, die dragon is zo onwijs lekker. Breken we gewoon. En steek een paar schotjes gewoon in je puree. Eentje er bovenop zo. Wat citroen. Ja, dit vind ik gewoon lekker. Kijk jongens. Dit is hem. Die puree. Zoet. En anijs. Salm. Perfect swof. Mooi zacht. Bimi krokant. En dan het mooie zuurtje van die vinaigrette. Van die saus. Hè, die mosterd. Ja, dat is echt te gek. Wil je nou dit maken? Recepten staan op turnofkitchen.nl. Blijf vooral kijken. De volgende keer ga ik weer iets anders maken.